President Desi Bouterse is heel tevreden over de prestatie die hij tot nu toe heeft geleverd als staatshoofd. Dit benadrukte hij vanmiddag tijdens een persconferentie op het presidentieel paleis. Bouterse was lovend over zichzelf, omdat er volgens hem veel tegenvallers zijn geweest in de afgelopen 8 jaar. Hij noemde daarbij de inkrimping van de economie en het besluit van Alcoa om te stoppen met mijnbouwactiviteiten in Suriname. Dat de regering ondanks deze tegenslagen het hoofd boven water heeft gehouden, is volgens Bouterse zeer prijzenswaardig. En wanneer we ondanks de crisis in staat zijn geweest uitleg hebben gegeven aan de Nationale Assemblée en de bevolking hebben aangegeven, luister, we zijn zwaar, u moet nagaan dat van 2014 een groei van 4,5% is plus, dat er een enorme inkrimping gekomen is, waar we zwaar in de min zaten, maar dat we konden voorspellen dat als we vertrouwen hebben in het land, wanneer we vertrouwen in hebben in de regering, wanneer we maatregelen die we gaan afkondigen, ik moet zeggen, daar ben ik niet tevreden mee. We hadden hardere maatregelen moeten afkondigen, maar goed. Dat zo hebben we het gedaan, dat wij dan toen 2017 hebben kunnen afsluiten, dacht ik, met een, was voorspeld, op een lichte groei van 0,9%. Dus wanneer je zegt, waarom ben je trots? Ik ben trots omdat we ondanks die enorme problemen dit alles hebben kunnen vasthouden. Bouterse zei verder dat de economie aan het eind van 2019 met tenminste 1% zal zijn gegroeid. Het staatshoofd ging ook in op de koersontwikkelingen. Volgens hem is het belangrijk dat de koers stabiel wordt gehouden. Terugbrengen van een koers is belangrijk. Maar belangrijker nog voor de continuïteit, belangrijker nog voor de, in feite is groot belangrijkste continuïteit van investeerders, van mensen die van het bedrijfsleven, is dat die koers stabiel moet zijn. Als de koers 7,5 is, doordat instituten tegenwerken dat het niet lager kan, laat het houden. Ik had gehoopt dat hij nu rond 7 zou zijn, en geloof me, en dat hij 6,85 half dingen zou zijn. Maar laat hem in elk geval stabiel houden, dan is er een stukje voorspelbaarheid waarmee men kan werken. Dus natuurlijk speelt er een vraag van koers, koers, koers. En wat betreft zijn wij mensen, die zijn natuurlijk allemaal napraters, want vandaag aan de dag is het de koers, de koers, de koers. En je weet, ik kom overal, vandaar mijn rare naam van volkspresident. Maar waar zit met één fles whisky waarvan ik me afvraag, zou ik het kunnen betalen? Jongens, heeft staan een koers. Tot zover president Desi Bouterse vandaag tijdens een persconferentie. Het staatshoofd is trots op de resultaten die zijn regering tot nu toe heeft bereikt.